Wat zijn de effecten van de coronacrisis op Almeerse ondernemers? Welke groepen zelfstandigen worden het hardst getroffen en kan de gemeente Almere hen helpen? Deze en nog meer vragen komen donderdagavond aan bod tijdens een bespreking van de gemeenteraad. Hiervoor zijn diverse insprekers uitgenodigd. Een van hen is de Almeerse Nashima El-Bashiri Ouamar, die werd uitgeroepen tot zakenvrouw 2019. Wij zijn echt wel geraakt door corona. Dus wij staan voor zeker 70% stil. Dus het is, we zijn fors geraakt. El-Bashiri Ouamar is eigenaar van onder meer schoonmaakbedrijf Black's Cleaning. Door de coronamaatregelen moesten veel van haar klanten in de horecasector dicht. Als de gebouwen waar wij schoonmaken dicht zijn, ja, dan kan je niet zoveel meer. En qua medewerkers, hoeveel heeft u nog in dienst? Nou, dat is niet meer 125. Wij hebben echt van heel veel mensen afscheid moeten nemen. En ik denk dat we nu op 60, 70 man zitten. Die weliswaar niet allemaal werken, hè? Dus er zitten heel veel op de bank thuis. El-Bashiri Ouamar had in oktober vorig jaar contact met de gemeente over plannen die ze had om extra inkomsten te genereren. Maar dat verliep niet naar tevredenheid. Ik heb meerdere bedrijven hier in Almere. En ik heb hier ook een pand waar u nu bent. Dat is eigendom. En ja, je wil ergens inkomen uithalen. Dus je gaat ook op dat moment creatief bedenken. Ik heb een hele mooie grote ruimte over. Dus ik wilde daar eigenlijk partijen of vergaderingen of feestjes organiseren. Maar daar heb ik een vergunning voor nodig. En een vergunning heb ik aangevraagd in oktober. En daar heb ik recent pas vergunningaanvraag afgewezen. Dus het heeft heel lang geduurd. En dan denk ik, ja, gemeente, daar zou je wel de ondernemers in kunnen ondersteunen. Ook Jannie van den Berg van het zelfstandige loket Flevoland is door de gemeenteraad uitgenodigd om te praten over de gevolgen van de coronacrisis voor de ondernemers. Volgens haar zijn veel zelfstandigen hard geraakt door de crisis. Vooral in sectoren als retail, horeca, evenementen, de taxibranche en kleine ZZP'ers. Deze ondernemers kunnen op allerlei manieren geholpen worden. De gemeente die kan direct ondernemers helpen door een bijdrage te verlenen op grond van de TONK. T-O-N-K, en dat is een tegemoetkoming voor de vaste lasten om je huur te kunnen betalen, en je woonlast van de hypotheek of zelfs een bijdrage voor de energielasten. Maar ben je ondernemer en woon je in Flevoland, dan kun je terecht bij het zelfstandige loket Flevoland voor ten eerste ondersteuning in je inkomen. Gaat via de TOZO en zijn bedragen voor 1500 euro voor een echtpaar of 1050 euro voor een alleenstaande. Je kunt ook lenen via het zelfstandig loket Flevoland een bedrag van maximaal 10.000 euro voor de vaste lasten binnen je bedrijf, want die lopen namelijk gewoon door. Als derde kun je, als je schulden hebt ontwikkeld, ook begeleiding krijgen naar de toeleiding naar de schuldhulpverlening, zodat die schulden aangepakt kunnen worden. En als laatste kun je een ondernemer ook begeleiding krijgen als hij zegt van ik wil eigenlijk wel liever een baan of een opleiding gaan doen. Of ik heb hulp nodig om mijn bedrijf aan te passen op de nieuwe situatie. En dat noemen we heroriëntatie.